geen bent, kun je er vanavond één worden. Maar eerst is natuurlijk de voorstelling Queen of Disco. Het is vrijdagmiddag en we zitten hier in CC Amstel in de Pijp. Een vrij jong en nieuw theater. Mensen kennen het misschien als Oostade Theater, maar dat is verhuisd naar het terrein waar vroeger het gemeentearchief stond, CC Amstel. En daar gebeuren allerlei hele leuke, spannende dingen. Zoals een serie voorstellingen onder de titel Becoming van alles. Een horny feminist, black pride, intersex, glitter. En dat wordt allemaal opgezet door theatermaker Rickert van Huisteden en Lulu van CC Amstel. We gaan ze vragen, ja, wat kunnen de kijkers, de bezoekers verwachten op zo'n avond? Ik begin met jou, Rickert. Ja, zo leuk. Nou, we werken dus elke avond samen met een partner. Dus dat kan een maatschappelijke partner zijn of een artistieke partner. En zo ontstaat er dus een queer perspectief op identiteit. Kan dus heel anders zijn per avond. Ja, want jij hebt ook een eigen perspectief op jouw identiteit. Dat zien we ook aan jouw outfit. Kun je daar misschien ook iets meer over vertellen? Want mensen hebben jou misschien bij de slimste mens gezien. Ja, dat klopt, ja. Mijn identiteit is van, ik ben een man, maar ik doe wel hakken aan en een jurk aan. En ik probeer. Waarom? Ja, omdat ik dat hokje man vind ik veel te krap. Dat is zo'n krap hokje, daar wil ik uit. Ik ben veel meer dan dat. En eigenlijk is volgens mij elke man meer dan dat krappe ideaalbeeld. Dus daar zit ook een beetje activisme van mij in. Activisme om dus mannen te laten zien dat je nog meer kunt zijn. Kunnen mannen dat hebben? Ja, 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 ze moeten wel. Moeten ze wel? Nou, het is tijd, denk ik. Ja, 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 waarom is dat de tijd? Mag het toch lekker macho zijn? Nou ja, ik denk dat vrouwen zijn al 100 jaar bezig met, zich bevrijden van dat krappe vrouwelijke ideaalbeeld. Mm-hmm. En het wordt wel tijd dat mannen daar ook een beetje mee aan de slag gaan, vind ik. Ook voor andere mensen, snap je? Vanuit Me Too en allerlei maatschappelijke problemen waar veel mannen oorzaak van zijn. Zo. Even heel serieus. Is dat niet al te woke? Al te woke? Nou ja, ik ben gewoon zo. En ja, ik hoop dat het andere mensen inspireert. En als ze daar geen zin in hebben, vind ik het ook goed. Er passen hier 150 mensen in de zaal. Dus die zoveel mensen hebben dus wel zin in. Mm-hmm. En de rest kan niet komen. Ja, je stelt je heel... Ja, precies. Ik ben al een paar keer naar een avond van jou geweest. Het valt me op dat je ontvangt de mensen. En je doet ze ook uitgeleiden. Dus de mensen voelen zich heel erg welkom. En ja, je stelt jezelf dan ook... Ja, zeg maar, ja, kwetsbaar op. In ieder geval zichtbaar en toegankelijk. Is dat een bewuste keuze? Ja, ja, ik ben heel graag host. En dan, om mensen welkom te heten en iedereen een veilig gevoel te geven. Dat is heel belangrijk, denk ik. Een veilig gevoel, dat is ook zeker hier in CC Amstel aanwezig. En dat geef jij, Rickert, ook. En jullie produceren dat samen. Kun je daar iets meer over vertellen? Lulu? Ja, ja, zeker. Doordat we het hele jaar door deze programma's maken, bied je natuurlijk wel iets structureels. En dat is echt een heel anders dan een theater die incidenteel een keer een queer night doet. En ook door dat niet alleen en zelf te gaan doen, maar ten eerste Rickert daar vast bij te betrekken, vast in ons team te hebben. En vervolgens ook per editie weer een andere partner erbij te betrekken. Ja, maak je het natuurlijk inclusief en daarmee hoop je ook een stuk veiligheid te bieden en integriteit uit te stralen ten opzichte van de thema's die je behandelt. En ik denk dat dat heel belangrijk is als je hierover wil praten. Jullie gaan door tot zeg maar begin juli. Kun je iets vertellen over de komende avonden? Ja, nou, vanavond hebben we Becoming an Activist en de partner is Right About Now Inc. Dat is een theater- en productiehuis uit Amsterdam. En zij hebben een voorstelling gemaakt, Queen of Disco, waarin het leven van Sylvester wordt gevierd. Voor de kijkers, Sylvester was een disco-artiest uit de 70s. Ja, en ook dus wat disco heeft betekend voor de queer community en... in die zin is het een stukje geschiedenis. Ja, want Sylvester was ook een black artist. Ja, 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 dat klopt. Ja, dat klopt. En ik denk dat het ook goed is, ook nog steeds nu in deze tijd, om daar weer een stukje podium en weer
herinnerd te worden wat is de origine van dit genre, van dit verhaal en wie waren de activisten ook waarvan wij nu op de schouders staan. We staan hier nu in de theaterzaal van de CC Amstel. Er wordt druk gewerkt aan de opbouw van de voorstelling van vanavond over Sylvester. Ja, wat is zo bijzonder aan Sylvester van de voorstelling Queen of Disco? Hij heeft een waanzinnig levendig leven geleid. Met heel veel tegenslagen, maar ook heel veel mooie momenten. En zijn activisme staat daarin wel echt vooraan. Op jonge leeftijd al, waarin hij zich van zijn kerkgemeenschap, van zijn ouderlijk familie eigenlijk afscheid en de wijde wereld die gaat, op straat terechtkomt, in San Francisco terechtkomt. En daar eigenlijk zijn leven opnieuw ontdekt. Maar ook dat leven, het leven van de discothees, van de coquettes, een waanzinnig drag queen revue. We praten nu over welk tijdperk? We praten nu over 1970 ongeveer. Mm-hmm. Waanzinnig, all out, de drag queen revue. Maar ook daar vond hij wel elementen die bij zich pasten, maar niet helemaal Sylvester waren. We laten ook een fragment in de voorstelling zien met een interview, waarin ze vragen van, hoe is het dan om drag queen te zijn? Nee, ik ben geen drag queen, ik ben Sylvester. En dat probeert hij eigenlijk naar buiten te brengen. En ook de AIDS-epidemie, en waar Sylvester eigenlijk als een van de eerste zwarte beroemde mensen ook voorloper voor was om bekendheid hierover te maken en hoe belangrijk het was dat er aandacht aan besteed werd. Institutioneel racisme, op zoek naar je eigen identiteit. Dus het leven van Sylvester, maar de onderwerpen zijn veel breder dan alleen zijn leven. Is het meer toneel of is het ook muziektheater? Wij noemen het zelf muziektheater. Ah. Ja, absoluut. Nee, er wordt, we hebben ook een danser, een hele mooie performer. Maar er wordt gezongen en veel tekst. Ja, nee, maar wij noemen het echt muziektheater. Dus het wordt eigenlijk een theaterfeestje. Absoluut. En een feestje, dat wordt het zeker. Absoluut. Vanavond in CC Amstel, maar gaan jullie ook nog toeren ergens het land in? Absoluut, dit is eigenlijk onze eerste voorstelling van de tour. We hebben onze première in Delemar gehad. Daar komen we uiteindelijk ook weer terug in Delemar Centrum. Maar hierna gaan we naar Schouwburg Utrecht. Komen we nog in Schouwburg Den Haag, Zuidplein. We staan op Oerol 2 weken lang. Ook tijdens de Gay Pride Week staan we ook. Okay. Ook volgens mij weer hier in CC Amstel, 4 keer. Dus dat wordt hartstikke leuk. Dus kijkers, u krijgt zeker gelegenheid om deze bijzondere voorstelling over Sylvester te zien de komende tijd. Hartelijk dank voor je toelichting. Ja, tuurlijk, dank jullie wel. Het concept bestaat uit theater, dialoog, maar ook feest. Ja, want feest kan ook heel activistisch zijn. Oh ja, hoe? Ja, samenkomen met elkaar, het leuk hebben, jezelf durven uiten en zo. Dat doe je natuurlijk niet alleen maar door te praten en te luisteren, maar ook door te bewegen en te feesten en te dansen en te chansen. En ik denk ook, we hebben het dus becoming genoemd, omdat je identiteit is niet alleen maar iets, je moet het ook vormen. Want hoe doe je dat nou, iemand zijn, iemand worden, jezelf durven uiten, zeg maar. Ja, hoe doe je dat? Nou ja, door denk ik een hele fijne, veilige plek te hebben om het te kunnen doen. En mijn ervaring is wel echt dat dus in theater dat de fijnste plek is. Want je bent hier veilig. Je bent hier met elkaar, zeg maar. En dan kan je dingen uitproberen. Dus je mag als je hier komt als publiek ook jezelf nog omkleden. Dus je loopt misschien op een andere manier naar binnen en dan kan je hier nog omkleden voordat het begint. En dan krijg je gewoon heel veel inspirerende verhalen van allerlei verschillende mensen over hoe ze zo zijn geworden. Dus het publiek kan ook een actieve rol nemen. Ja, dat hoeft niet. Maar het mag wel, want het heet wel becoming. Dus we hopen wel dat je geïnspireerd naar buiten gaat.
Zullen mensen ook zeggen, ja, sorry, er is een oorlog aan de gang. Moeten we hier ons ook nog mee bezighouden? Is het wel belangrijk? Blijft het nog wel belangrijk genoeg als onderwerp? Ja, juist. Want juist natuurlijk die hele queer-thematiek speelt ook een rol in dat verhaal van die oorlog over conservatief zijn of juist nieuwe progressieve waarden. En ik denk dat we hier wel een soort voorbeeldfunctie kunnen hebben. Van... Stel, je zou in Rusland zijn geboren, jij. Oeh, dan was ik hier naartoe gegaan, denk ik. Ja? Ja. Naar Lulu, naar Steven Amstel. Ja, dan hadden we een heel ander verhaal gemaakt. Ja. Een heel ander verhaal gemaakt. Ja. Wow. Ja, maar ja, ik denk, wat dat betreft is podium geven is best ook een heel politiek ding. Mm. Want je geeft natuurlijk een podium soms wel en ook heel expliciet niet. Dat, je kan het vanuit een publieksperspectief, waar is behoefte aan, maar je kan het ook vanuit een perspectief van het recht trekken van de verdeling van welke verhalen al wel of niet gerepresenteerd zijn, doen. En ja... Als artistiek leider van dit theater moet ik dat op verschillende vlakken allebei toepassen. Maar binnen deze serie nemen wij wel echt de ruimte om heel veel onderbelichte verhalen veilig aan te bieden. Ja. Zie jij jezelf meer als activist of als theatermaker? Wauw. Wat een moeilijke vraag. Allebei natuurlijk. Maar ik vind het moeilijk, ik doe wat ik zelf mooi vind. Ik doe wat ik zelf leuk vind. En doordat de maatschappij dat niet accepteert, is het een activistische daad. Maar voor mijn gevoel ligt dat aan de maatschappij. Snap je? Dus zij zijn vooral activistisch naar mij toe. Dat het allemaal niet kan en niet oké is of zo. Terwijl ik denk, ik doe gewoon mijn ding. Dus ja, ik zie vooral de buitenwereld als tegenwerkende kracht. En wij proberen hier gewoon een safe bubbel te maken waarin we vooral vrij zijn. En niet zoveel ons hoeven te verhouden tot die buitenwereld. Ja, als jij een jurk draagt, dan dat roept natuurlijk reacties op. Ben je daar bewust op zoek naar of hoe ga je daarmee om? Ja, die reacties, dat vind ik jammer eigenlijk. Het kunnen ook leuke reacties zijn. Het zijn vooral leuke reacties. Dus mensen zwaaien of knipogen of glimlachen of zeggen van... oh, wat leuk, ik wist niet dat het kon, het inspireert me. Dat is leuk, maar het is ook wel vermoeiend een beetje dat mensen de hele tijd kijken. Dus daar denk ik wel over na voordat ik beslis wat ik aandoe op een dag... wat mij helpt is om te denken van mensen hebben zo'n wereldbeeld, dat is zo groot. Als ik voorbij loop in mijn jurk, dan wordt dat wereldbeeld een stukje groter. Mm-hmm. En dat zit in hun eigen hoofd. Dus ja, of ze daar nou tegen zijn of wat dan ook, zit in hun eigen hoofd. Dus dat moeten ze dan maar zelf weten. Ga je de dialoog aan? Als mensen geïnteresseerd zijn wel. Maar ik peer hem ook natuurlijk snel. Dus geldpartijen ga je niet... Dan ben ik weg. Dan ben je weg. Ja. Nou, we hebben natuurlijk een hele alfabetsoep. Kun jij iets vertellen over welke letter jij dan meest ondervalt? Nou ja, ik hou dus heel erg van de beweging, van de becoming. Van de... Maar ik zou kunnen zeggen van biseksuele man. Aha. Maar echt, ik zeg eigenlijk dat ik een man ben, omdat ik vind van ik wil niet uit dat hokje gezet worden. Nee, precies, maar dan ga je weer in een hokje zitten. Van een... Binnen in dat hokje het gesprek voeren van hallo, ik hoor er ook bij. En wat gaan we ermee doen? Weet je wel, mag dat hokje wat groter? Maar in principe identificeer ik me niet heel erg met man zijn. Dus het is complex. En Lulu, zit het met jou? Je mooi paars haar? Ja, paars haar. Ja, voor hokjestechnisch. Hokjestechnisch. Nou ja. Ik pas goed in het hokje vrouw. Okay. Ja, heet dat tegenwoordig ook die cisvrouw? Ja, cisvrouw. Zeker, cisvrouw. Ja. En, en het hokje B van Bi. Ja, die past me ook heel lekker. Ja. Nou, we weten nu genoeg van de makers achter deze serie Becoming. Ga dat zien de komende tijd in het hele leuke, bijzondere theater CC Amstel aan de Amstel.